Dit is de winnaar in onze koopgids in de categorie rood tussen de 20 en 30 euro. Waarin hele goede wijnen te proeven waren. En dit is wel een heel bijzondere winnaar, moet ik eerlijk zeggen. De Ottocento uit Kroatië. Om precies te zijn is de herkomst Hrvatska Istra. Wat wil zeggen het Istrische Istrië. Dus het deel van Kroatië wat eigenlijk helemaal op de grens ligt van Italië en Slovenië. Ja. En dat is een heel bijzonder wijngebied. Want als je kijkt naar, naar dat deel van Italië en Slovenië. Daar worden fantastische wijnen gemaakt uiteindelijk. Ja. Waar Collio en aan de andere kant van de grens in het Sloveense deel komen ook prachtige wijnen vandaan. En dit is een kleine wijngaard, 7 hectare. Waar op een hele slimme manier Refosk, de lokale druif, wordt gecombineerd met Merlot. En ja. dat is, denk aan Merlot en Cabernet eigenlijk. Hè? Ja, het is ongelooflijk. Toen die gedemaskeerd werd, wisten we eigenlijk, waren we natuurlijk best verrast. En ja. Merlot in zo'n gebied, in zo'n warm gebied toch wel. Hè? Het is natuurlijk hartstikke mediterraan. Ja. Doet het toch heel goed. En in combinatie met die Refosk, die natuurlijk goede zuren heeft. Ja. De Refosk doet wat de Cabernet doet in Bordeaux. Dus in de combinatie met de Merlot. Moet niet vergeten dat natuurlijk door de koele invloed van de Alpen, dat het altijd een koele stroming is. Ook vooral s'avonds en s'nachts, waardoor ook de wijngaarden wel afkoelen. En dat is wel een factor die de wijn wat meer de kans geeft om spanning te krijgen en toch een mooie balans te komen. Taste of Croatia, 28,95. Wie iets heel bijzonders wil proeven, moet dit zeker een keer proberen. En hoogwaardig. Absoluut. Ja.